Welkom bij een nieuwe en ja, al de derde aflevering van Henry's Helden. Na in de vorige aflevering Once to Watch Clavert vrijgespeeld te hebben in de Squad Battles, hebben we natuurlijk onze allereerste Squad Battle Rewards. Die gaan we nu even claimen. Oh, als het spel hier natuurlijk mee wilt. Nee, we zullen het gewoon zelf moeten doen bij Squad Battles, of lassen. En we waren uiteindelijk rang... Oh shit, ik heb geskipt. Het spijt me. We hebben in ieder geval 6000 coins. We zitten nu dus met de 24 dat we in het startscherm zaten aan de 30.000 coins. Dan hebben we nog top gemengd spelerspakket en een premium goudpakket. Hopelijk zit er toch één goede speler in dat onze coin total omhoog gaat trekken voor Thierry Henry te kunnen kopen. Dat is nog altijd de main goal of deze serie. Dus, we hebben onze Squad Battle Rewards. Maar daarnaast zie je dus 30.000 coins. De vorige keer zijn we geëindigd met, ik zal zeggen, 18.000 coins. En dat hebben we meer en meer verwezenlijkt, die 24.000 coins dat we dus hadden voor deze 6.000 coins van de Squad Battles, via de Bronze Pack Method. Zoals dat je ziet, heb ik dus uiteindelijk 58 spelers verkocht van de bronzen pakjes. Dus, voilà. En dan hebben we nog een hele hoop zaken die we er nog eens één keer gaan opsturen. Hopelijk verkopen we er nog een paar. Dat is altijd goed meegenomen, maar in ieder geval... Een zeer mooie profit met de Bronze Pack Method. Een van de gemakkelijkste manieren om coins te maken. Het is niet heel veel, maar het zit u wel op weg. Om dan te gaan traden met meer geld en betere spelers. Dus het is zeker een goed begin om altijd te beginnen met de Bronze Pack Method. We hebben ook nog één doelstelling na de vorige keer. Ik weet niet exact van wat. Ik hoop dat het een doelstelling is. Het is basis. Dan gaat het waarschijnlijk iets zijn van de transfermarkt. Voilà. Omdat we met de Bronze Pack Method hebben we toch heel wat zaken op de transfermarkt gezet. Dus zet er 10 spelers op. Toch 250 coins voor eigenlijk iets te doen wat je normaal altijd gewoon sowieso doet. Dus gewoon gratis geld. En dan gaan we nu onze Squad Battle Rewards open doen. Dus we hebben een premium Jumbo goudpakket en een topgemengd spelerspakket. Een topgemengd spelerspakket gaan we als eerste open doen, omdat er ook zilver en bronzen in zitten. En wat krijgen we uit ons top goudpakket? Het is een zeldzame. Het is een rechtsachter. Het is Mazraoui. Ik weet nu niet of dat Mazraoui veel waard is. Ik veronderstel van niet. Maar het kan zomaar iets opleveren. Zoals ik had gezegd, niets. We gaan alles gewoon verkopen. Zodat we zo rap mogelijk ons geld hebben voor Thierry Henry. Ik bedoel, elk geld, alles wat we nu kunnen verkopen, is extra meegenomen. Want we gaan het zeker meer dan nodig hebben. En het beste uit heel deze topgemengd spelerspakket is González. Deze bronzen zeldzame speler, zoals je ziet, gaat hij toch voor een goede 6800 coins. Dus het merendeel van het geld dat we gemaakt hebben uit deze topgemengd spelerspakket komt van deze ene bronzen speler. Daarmee dat ik zeg dat je zeker en vast de Bronze Pack Method moet gebruiken. Omdat dat soms echt wel een heel gemakkelijke manier is om coins te maken. Als je deze had gekregen in een pakje waar je 750 coins voor betaalt, heb je echt super, super, super veel winst. Tot slot hebben we nog ons premium Jumbo goudpakket. Hier moet echt wel iets fantastisch gaan inzitten om de volgende stap te zetten richting Thierry Henry. Het is weer een gewone, zeldzame gouden speler. Het is Tierney. Het brengt volgens mij niet veel op. We hopen dat hij natuurlijk nog iets anders ziet. Misschien een schaduw, een hunter. Wesley Hood. Van Anderlecht. En voor de rest niets. Dus we gaan terug zoveel mogelijk proberen te verkopen. Dat we zo snel mogelijk het geld hebben voor Thierry Henry. Voordat ik het vergeet, hebben we natuurlijk ons nog altijd ons preview pakje. Ik weet dat er 9 van de 10 niks gaat inzitten. Maar het moet maar eens het geval zijn. En dat geluk hebben we niet. Wat is de bedoeling van deze aflevering? Dan zullen we met deze zeer, zeer sexy team gewoon Division Rivals gaan knallen. En het eerste team waar we tegenkomen is eigenlijk echt al een fucking monster team. Noem maar Divisie 10. En wat zien we in de spits? Harry Kane, daarachter Firmino, linksbuiten. Sancho, rechtsbuiten. Mahrez, Ruben Dias, Trent, Alexander-Arnold, Laporte, Shaw, Gundogan, Bernardo Silva en De Gea in de goal. Hoe gaan wij er ooit van winnen? Rivalswedstrijd. Dat is wat we voor u in petto hebben. Goede kans! En we staan 1-0 voor. 1 minuut, 50 seconden bezig. Individuele actie van Diop op de rechterflank. Trappen en binnen. Top, top, top start. Ruben Dias. Alexander Arnold van de bal. Kom aan, Klavert. Kom aan, Klavert. Actie. We gaan zien dat we naar binnen rollen. Hop, meegeven. Terug uithalen.
Kluivert zoeken. Verse bal. En Justin Kluivert. De speler waar dat onze vorige aflevering helemaal rond draaide. Door het halen van Justin Kluivert maakt hier gewoon al de 0-2 na 7 minuten en 50 seconden. We moeten hier zien dat we hier snel nog een derde kunnen bijmaken. Dat we onze allereerste rage quit van deze aflevering of misschien zelfs van de serie kunnen verwezenlijken. Oh, oké. Oh, Kluivert met de kop. En Delors kan hem nog binnenhouden. Oké. Okay. Welke achteruit. Naar binnen. Nog eens breed. Nog eens breed. Kluivert met de 3-0. Kluivert met de 3-0. Zo gemakkelijk gaat het. En nog altijd geen rage quit. Het kan hier misschien wel een doelpuntenfest aan worden. Penalty! Zeker een penalty. Dat zie je zo gebeuren. Die zit een tikkel in. Die blijft glijden. Ik blijf lopen. Ik hoop dat ik penalties kan scoren. Want dat is meestal niet mijn ding. Maar we gaan hier links van onder trappen. En hij zit erin. Voilà. Goeie Delors. En nu dan de rage quit. Ja, come on. Deze overwinning is al binnen. En tegenstander had een heel goed team, maar wij waren gewoon de betere speler. Kan gebeuren. Op naar de volgende. En na het winnen van onze eerste match zijn we ook ineens gestegen tot rang 1 van divisie 10. Dus ik veronderstel na 1 of 2 matches nog winnen dat we naar divisie 9 gaan. Wat betekent betere rewards, betere tegenstanders. Dus let's get it. En door het winnen van onze allereerste match hebben we ook nog 4 doelstellingen vrijgespeeld. We gaan direct eens kijken wat het is. Ik veronderstel een beetje een mix van alles. Voilà, dus inderdaad, we hebben eerst en vooral seizoensvoortgang. En het is weer een offside bot, een Joyce bots of een Omega Prime. We gaan voor Joyce bots gaan. Dat zijn zo de zaken ertussen. De alternatant is gehoopt toch op een pakje, gehoopt toch op een pakje. Om ons team natuurlijk te verbeteren. Daarnaast hebben we dus ook nog enkele mijlpalen vrijgespeeld. We gaan direct eens checken wat het is. Het zal hier van onder. En het zijn natuurlijk weer 2 stadionontwikkelingen. Dus na bij seizoensvoortgang een cosmetic te krijgen, krijgen we hier nog eens wat zaken voor ons stadion te upgraden. Ons stadion gaat nog sneller geüpgraded zijn dan ons team aan deze tempo. Omdat FIFA hier toch wel precies wat meer aandacht aan besteedt dan aan echte spelers en het... En coins en het verbeteren van mensenteam. Nee, de randzaken zijn belangrijker. Maar niet getreurd, we hebben nog basis. Bij basis kan er misschien nog iets zitten. Ik hoop het wel. Dus win 2 rivalswedstrijden. Oké, 100 coins. Dan is het promoveren naar divisie 9 in rivals. Dat gaat sowieso lukken. Ik heb ook nog weer 500 coins voor 5 wedstrijden. En dan krijgen we nog eens als groepsbeloning 100 coins. We gaan net de 200 coins hier, de 100 coins eens claimen ze. En dan kunnen we op naar ons matchje 2. En voor onze tweede match komen we tegen een ook wel zeer, zeer goed team. We hebben leenspeler Son, leenspeler Mbappé, Lacazette, Ruben Neves denk ik, Lo Celso, Pepe van Arsenal, Davinson Sanchez en nog een heleboel andere spelers. Dus ook weer al een iets beter team als dat van onszelf. Maar deze komt ook zoals het vorige matchje zeker goed. Ik heb het gevoel dat we iets moois gaan meemaken vandaag. Nou, zit je er klaar voor? Netjes die bal weggewerkt. Hij houdt het schot tegen. Oh my, en die shot niet altijd de lat. Ik word hier weggedrukt langs alle kanten. Doelpunt, maar ik had al lang gezien dat het buitenspel was. Dus geen stress. Het kampioen met Monaco en met Paris Saint-Germain. En won natuurlijk de wereldtitel in 2018 met Frankrijk. Kom aan, Ellis. 1 kans, 1 doelpunt. Kom on! Zo moet het. Het had aan de andere kant al kunnen vallen, maar wij krijgen 1 kans. En dat zit erin. Mijn spelers hebben precies geen goesting om passen te geven. Dat is al beter. Dat is ook iets slechter. En zo is hij de verdediger kwijt. Wat een sublieme beweging. En Justin Kluivert voor zijn derde. Justin Kluivert met zijn rechtse naar binnen. Super, super gevaarlijk. Gewoon verse hoek zoeken en hij zit erin.
vervolgt zijn weg naar het doel. Doelkans! Kluivert! Kluivert is een doelpuntenmachine. Goed dat we die hebben vrijgespeeld. Echt waar. Dat gaat echt de superlust geven. En het gezicht al direct. Alexandre Lacazette. Mogelijkheden voor een counter. Goeie power. En dan spijt dat hij de bal niet meekrijgt. Chevalier duwt die bal in zijn eigen goal. Dat is natuurlijk het verschil tussen een bronzen en een gouden keeper. Had nooit binnengewogen, maar ja, bon. Niks aan te doen. 3-1 voor. Dat maakt niet uit dan. Juan Cono. Oké, Paula met de kop. Klaver met de kop. Moeilijk. Goeie, André. Zo'n zuivere tikkel. We zullen eens zien of dat hem het kan. Fantastisch getrapt, maar voor mij geen overtreding. Elise! Come on, boys! Ging je nu de kat doen? Oh, slechte pas. Nou, wel een goede blok. Drie schoten, drie doelpunten. Robben Neves. Alexander Lacazette. Oké. En nu doet hem wel een goede redding. Dan moeten we eerlijk zijn, dat was een goede redding. Aanval wordt opgezet om van die vervelende achterstand af te komen. Oké, Klavert. Ja, scholen. Maar is afzijt dan? Deze was fucking raar. Ik eerst dat hij ging scoren. Chevalier met een topredding. En dan was hij ineens gedaan. Want dat leek mij nog wel een heel, heel gevaarlijke situatie om heel eerlijk te zijn. Die bal dat stilvalt. Moet maar Mbappé bijzitten en patat is 4-4. Hè? Zoals dat je kunt zien hebben we ook na onze tweede match weer 4 doelstellingen vrijgespeeld. Dus we gaan weer eens even checken wat dat het juist is dat we hebben vrijgespeeld. Dagelijkse doelstellingen. Dus dat is gewoon wat XP. Altijd goed. Hopelijk gaan we nu op weg in seizoensvoortgang naar een pakje. En is het geen cosmetic. Dus we gaan eerst even nog seizoensvoortgang checken. Het is Lautaro Martinez. Voor 7 wedstrijden. Kan handig zijn als supersub. We hebben nog altijd... Lucas Hernandez, Alfonso Davies, Griezmann, allemaal als leenspeler. Die hebben we zeker kunnen gebruiken als supersub. Maar momenteel is er nog niet echt nodig geweest. Als we nu nog 1000 XP hebben, dan hebben we ook nog ineens een klein top gouden spelerspakket. Waar dat hopelijk misschien iets bruikbaar in zit. En daarnaast hebben we nog week 3 brons gespeeld met de DB7 Unicef, denk ik dat dat is, tenuutje. Oké, en dan hebben we ook nog enkele mijlpalen. Of één mijlpaal, denk ik, meer bepaald. Het is meester in de afronding. We hebben een dubbel mooi. Dus maak 2 doelpunten in 10 verschillende wedstrijden. Dat hebben we behaald. En is een 75 tot 83 zeldzame speler. Dat had ik het goed had geleden. Dus dat gaan we ineens open doen. Dus 2 spelerspakket, 75 tot 83 algemeen. 2 spelers, 1 zeldzame. Hopelijk zit er iets goed in. En het is... Portugees, links van achter. Nuno Mendes, zeer gebruikbaar. 85 pace, 74 verdedigen. Zeer, zeer gebruikbaar. Kunnen we de Cono ineens op de rechtsachter zetten? Kunnen we Palwa eruit halen? En kunnen we de Medina centraal van achter zetten? Omdat hij toch in de 70 pace heeft, wat dat zeer bruikbaar gaat zijn. Om ons team verder te verbeteren, gaan we ook beginnen met enkele squad building challenges te doen. Dus voilà, we gaan eerst beginnen met deze. Ik heb die natuurlijk al gemaakt, zodat we die enkel nog moeten indienen. Voilà, dat was gewoon een bronzen keeper dat we niet gebruiken. Zult dus wel direct naar de winkel. Zullen we dat dan maar ineens open doen. Zien wat erin zit. Ik hoop gewoon op een speler dat we terug in een SBC kunnen steken. Dat we op die manier toch een beetje kunnen grinden. Uiteindelijk is het wel een van de Premier League, dus dat kan nog wel altijd handig zijn.
Voilà. Ja, ik probeer terug te gaan naar Squad Window Changer. Dan hebben we deze nog gecomplete, de derde stap. Dus zoals dat je... En de derde stap brengt ons naar onze selectie, wat ik heel vreemd vind. We zitten met een glitch. Misschien wil dat we dat in de exacte volgorde doen. Nee, we zitten inderdaad gewoon met een glitch. Dus we gaan even er terug uit moeten gaan. Om dan te zien dat we er terug in geraken. Want deze klopt niet. En ik kan natuurlijk niet mijn eerste elftal indienen voor wat onnozele bronzen spelers. Voilà, dus nu zijn we er wel. Oké. Okay, dus deze had ik ook gecompleteerd. Deze was redelijk simpel, zeker met de Franse link. Voilà. Dus terug een brons spelerspakket. Momenteel is even bronzen, we moeten even snel door. Maar dat we op die manier snel door kunnen naar de volgende SBC's. Die dan hopelijk wel zeer bruikbaar gaan zijn voor ons team. We zoeken een centrale verdediger hierin. Voilà, de Wilson, ideaal. Al die andere spelers kunnen gewoon in de club. Want dankzij de Wilson... Even terug eruit gaan, of we niet terug die glitch gaan hebben. Want dankzij de Wilson gaan we normaal gezien... ...de stap 2 kunnen completen. Dus als we hier dan de Wilson... ...inzetten... Even naar brons... ...de Wilson, of zijn Traoré, ook even goed. Dan is dat gecomplete. Dan hebben we ook ineens alle drie ze allemaal gecomplete. Krijgen we terug een bronspakket. De groepsbeloning is een 1-2 spelerspakket. Dus dan gaan we snel open doen. Hopelijk zit er iets bruikbaar in. We hebben ondertussen ook een doelstelling voor de SBC's gecomplete. En zo zien we maar dat we stelselmatig aan het verbeteren zijn. En dat we op die manier hopelijk snel eerst en vooral Theorie hebben. En daarnaast ook een wereldploeg. Dus terug bronzen spelers. Hopelijk bruikbaar. Voilà, dus we hebben... We hebben de vriend van de Chevalier, dus de andere bronzen keeper van Stade Brestois. Dus voilà. Als we die nu eens alle twee zouden kunnen inhalen voor een gouden keeper, dan zouden we al veel verder staan. En dan hebben we nog een tweespelerspakket, waarvan één zeldzame. Hopelijk zit hier dan een gouden keeper in, want dat zou echt welkom zijn. Fernando, 84 algemeen. Holy fucking shit. Totaal onverwacht. 83 verdedigen. Wel 66 pace maar. Maar. We kunnen hem niet in ons team zetten. Maar misschien in de toekomst wel. Wat is die zijn prijs? Zijn prijs is toch een goede 1500 coins. Oké, dat is niet fantastisch. Maar we kunnen hem binnenkort waarschijnlijk wel gebruiken als een upgrade voor ons team. Dus daarnaast hebben we dan nog één doelstelling gecomplete. We gaan snel checken wat het is. Maar normaal gezien is dat basis... In verband met de SBC. Voilà, dus de eerste SBC hebben we gecomplete. 150 coins, niet veel, maar we moeten het er maar mee doen. We hebben ook ineens het eerste deel van de SBC van Laten We Doorgaan gedaan. Dus die gaan we dan, direct eens indienen. Zoals dat je ziet, twee bronzen spelers indienen. En normaal gezien krijgen we daar gouden zaken voor. Dus we gaan direct eens zien wat we krijgen. Twee consumables, die dat wel handig zijn, want die kunnen gebruiken voor de goede positie. En voilà, dan kunnen we dat indienen. En dan krijg je een premium bronspakket. Dat is ook niet al te vet, maar het is beter als niks natuurlijk. Zoals je ziet hebben we dus een bronspakket en een premium bronspakket. Die gaan we snel even gewoon claimen. Iets, hè. Dan deze. Moest hij tradable zijn, hadden we een manager van 5k. Maar hij is niet tradable. Dat is kut. Maar bon, zwart. We kunnen die wel gebruiken, want met ons League A team en de Fransman is hij zeker welkom. Dan nog het tweede pakje. Normaal gezien gaat hier ook niks bruikbaar in zitten. Buiten misschien dezelfde manager. Dat zou wel onnozel zijn dat we die nu twee keer achterin pakken. Voilà. En 100 coins. Altijd wel gekomen. We hebben nog even snel ook deze drie SBC's van Laten We Verder Gaan gecomplete. Dus die moeten we juist enkel nog even indienen. Zodat je ziet zijn deze gewoon drie bronzen centrale verdedigers. Oké. Ten tweede hebben we drie gewoon centrale middenvelders moeten indienen. En voor de laatste hebben we drie aanvallers moeten indienen. Dus voilà. En voor die alle drie in te dienen krijgen we ook eerst en vooral dus nog de gouden spelers keuzespeler. Maar ook nog eens, en dat is heel belangrijk voor ons,
En hij gaat ons hopelijk heel hard helpen. De gouden doelman spelerkeuze van Maximum 80 algemeen. Dat we de Chevalier toch eens kunnen vervangen. Zijn tijd is gekomen. Dus onze spelerkeuze. We gaan eerst en vooral de doelman doen. Omdat dat voor ons toch wel het belangrijkste is. Dus de spelerkeuze van doelman is... Oké. We hebben de Bizot van de Franse League 1. Wat dat heel belangrijk is dat we hem pakken. Dus voilà. We hebben onze doelman al geüpgrade. Dan gaan we deze nog doen. Hoop dat er iets bruikbaar in zit. Maar hier verwacht ik niet al te veel van. Koscielny. Heel traag. Maar 78 algemeen met 79 verdediging. Dan een centrale middenvelder. De Savanier. 80 algemeen. Vooral passen en dribbelen en schieten. Verdedigen iets minder. En dan een spits. Dat we de Elise misschien kunnen vervangen. En in de spits krijgen we... Dolberg, precies. Dan ben ik aan het twijfelen om misschien de Caputo van de Serie A te pakken. Omdat hij 82 pace heeft. We gaan toch gewoon voor Dolberg gaan. Gewoon de league uitrend doorzetten. En zo ziet dus ons team eruit na de paar upgrades en nieuwe spelers dat we kregen. Dus we zitten nu met Bizot in de goal. We hebben Conan op de rechtsachter gezet. Nuno Mendes komt op de linksachter. De Medina komt op de plaats van Palois. En voor de rest is het van voor en op middenveld hetzelfde gebleven. Dus klaar voor onze derde en laatste wedstrijd van deze aflevering. Voor onze laatste wedstrijd komen we ook weer al tegen een decent team, toch wel. Zo zien we vanachter al Pope in de goal, wat dat misschien een probleem kan vormen, want dat is toch wel een hele goeie. Dan Tomori, Mount, Madison, Greenish, Richarlison en Fernand Torres van voor. Dus ook weer al een veel, veel beter team als dat van ons. Maar wij zijn gewoon beter. Die bal wordt goed onderschept. En Elise wordt er doorgestuurd en 1-0 na 5 minuten. Dus de weg naar divisie 9 ligt open. Shit, Jentel. Te veel zelfvertrouwen. En Bizot. Deze bal had Chevalier niet gepakt. Daar ben ik 100% zeker van. Hopla, Bizot. Oké, dus we zijn weer weg met Elise. En het staat 2-0. Elise diep gestuurd. Balletje op Sana Delors. 0-2. Deze geven we niet meer af. Voilà, zeker als we nog eens opzij kunnen leggen. 3-0. Stap in. Ik leg opzij. Wij winnen. En de tweede van de drie matches is een race quit. Dus, als afsluiter van deze aflevering hebben we toch nog de promotie naar divisie 9. We hebben nu 3 gewone matches, wat betekent dat we ook voor de allereerste keer Division Rivals rewards gaan krijgen. Voilà, we hebben ook, voilà, we stijgen ineens naar divisie 9 rang 2. Puur omdat we on fire zijn. Niet anders te zeggen, we zijn on fire. We zijn nu in divisie 9. Krijgen we daar eigenlijk iets voor? Omdat we in divisie 9 zitten. Misschien een doelstelling. Zou wel gekomen zijn. Misschien een klein pakje of twee. Of wat coins. Oké, dus. We zitten nu in rang 2. We gaan eens kijken wat we daar momenteel voor krijgen van wekelijkse beloning. Dus momenteel krijgen we 5000 coins en 1 top Electrum spelerspakket. Dat is niet slecht. Dat is zeker al een begin. Oh, correctie. Wij krijgen 1 premium elektrisch spelerspakket en 500 coins. Misschien gaan we toch nog 1 match gaan spelen. Puur om al 4 overwinningen te hebben, dat we nog 3 weg zijn van de 7. Dus we gaan eerst eens kijken of dat er misschien doelstellingen zijn dat we hebben gecomplete. Ik hoorde precies van wel. 5 wil te verstaan. 5 doelstellingen. Dat is niet niks. Hopelijk zit er ook wel iets bruikbaar tussen. Dus, tenues soundtrack. We hebben nieuwe tenuutjes. DJ Snake.
goeie DJ. Heeft hem een schoon tenuke? Geen idee. Zullen we direct eens zien. Het is roze. Pardon stond erop. Dus, wel schoon tenukes. Maar we gaan het behouden bij Arsenal. Want Thierry Henry, Arsenal legend. Oké. Okay. Dan hebben we seizoensvoortgang. Hebben we een klein top gouden spelerspakket. Altijd welkom. Wat hebben we daarnaast nog vrijgespeeld? Daarnaast hebben we nog mijlpalen en basis. Dus bij basis hebben we 9 van de 10 gaat dat. Ik ga een voorspelling doen. Stadion upgrade pakket. Stadionontwikkeling, hoe radig het toch? Daar zijn we weinig tot niks mee. En dan hebben we tot slot nog basis. En bij basis hebben we competitief spel vrijgespeeld. Competitief spel is weer 500 coins voor 5 wedstrijden. Dat is toch ook weer al 2500 coins. En dan nog eens 100 coins voor heel de set te completen. En dan hadden we nog eentje bij basis. En dat is de basis zelf. Dus opwaarderen manager. Ik heb even onze nieuwe Franse manager 8 extra contracten gegeven. Dus 8 extra wedstrijden. Gewoon omdat we die toch zo lang mogelijk gaan gebruiken. Dus dacht ik, ineens zeggen van ik geef die 8 extra. Dan hebben we deze ineens gecomplete. En dan krijgen we nog een verbruiksitem pakket. En een zilver pakketje, als ik het goed gelezen had. Voor het verbruiksitem pakket krijgen we, hopelijk op een schaduw, niks. Het zijn vooral contracten, blessuren, 2 positie modifiers, een killer en 1 leenspeler pakket. Als ze onze Cristiano Ronaldo als leenspeler geven, ben ik hier dan content mee. Anders zijn we er weinig tot niks mee. Dus onze ultimate leenspeler beloning tot 90 algemeen. Dus Cristiano Ronaldo kan niet, want hij is 91 deze jaar. Oké, Manchester City clublied. Hoeft voor mij niet echt. En Memphis Depay in vorm. Dat is niet slecht. Dat is helemaal niet slecht. Spijtig dat dat wel maar 7 matchen is. Maar daar moeten we het maar mee doen. Dan hebben we ons zilver pakketje. Daar gaan we waarschijnlijk 9 van de 10 niet veel in zitten. Maar je weet maar natuurlijk nooit. Vraagbare spelers voor SBC's, zilveren beesten of toekomstige zaken. En 500 coins, dat is nog het bruikbaarste van allemaal dat inzit. En dan hebben we tot slot ons klein top gouden spelerspakket. 1 zeldzame 80 plus. Laat hopen dat dat iets goed is. Nee. Isaac. Die is heel goed. Alleen passen wij niet in ons team. Dat is het probleem. We krijgen goede spelers. Maar niet in ons team. Zo krijgen we ook David Neres. Heel goed. De Unai Simon, ook goed. De Pavard. Oké. Okay. Moet nadenken. Misschien dat we de Pavard rechtsachter kunnen zetten. Want we zitten met Badia Silva, een Franse centraal verdediger. André is een Franse centraal verdediger middenvelder. En de Diop is een Franse linksmidden die bij ons op rechts staat. Dus die kunnen we misschien rechtsachter gaan zetten. Dus voor onze laatste match hebben we, zoals dat je ziet, Pavard op de rechtsachter gezet. Dat is misschien iets beter dan dat we de Conan van linksachter naar rechtsachter zetten. Dus we gaan zien wat dat geeft in ons allerlaatste match van deze aflevering. En voor ons laatste match komen we ook weer al tegen een goed team. Deze heeft wel Kevin De Bruyne. De vorige goede topspeler hebben we gezien was Kane. En die hebben we rap even gegeven. Nu is het Kevin De Bruyne. Maar normaal gezien moet je er altijd van kunnen winnen. Want het is nog maar divisie 9. Oké, nu nog eentje. Spatig. Oké, Klavert. Blas ertussen. Klaver terug diep. En Klaver, tweede paal. Justin Klaver, topspeler van ons team. Elise. 2-0. Come on. Ik heb wel het gevoel dat het makkelijker scoren is sinds de update van te straks. De Bruyne met de bal.
bal afgepakt. Nou, die steekbal lijkt aan te komen. De bal is meteen onderweg. De bal verdwijnt laag in de hoek. Altijd moeilijke ballen voor een doelman. Niets aan te merken. Mooi, niet zo'n nozel doen, hè. 3-0 na 16 minuten. Zelf moeten doen. Zo is Sotto McLavert. Fantastisch. 76 algemeen, denk ik dat hem is. Maar. Wow. Pure klasse. En dan Calvert-Lewin. Dat is het enige wat hem kan, natuurlijk. Koppen. Eerste echte kans. Direct binnen. Spatig. Oh, kill patat van Delors. Wat een streep. Perfecte counter. Binnengehouden die bal. Een succesvolle actie van die speler. De bal is voor hem. Richting het midden voorgegeven. Ja, oké. Fenomenaal die volley. Zie die bal is zweven naar het net. Dat zag hij goed, hè. Onderschepte die bal. Lyon. Nee, dat moest naar die op. Oké. Okay. Als jij een bal aan mij geeft, dan ga ik scoren natuurlijk. Minuut 69. 6-2. Laatste match. Normaal gezien zijn we nu rang 1 in divisie 9. Dus als we dan nog 3 overwinningen halen tegen donderdag, hebben we toch al een zeer mooie beloning, veronderstel ik. Dus dat is meer dan wel gekomen. Als allerlaatste hebben we nog 3 doelstellingen die we nog eens even snel gaan checken. Misschien zit er weer een pakje tussen wat XP dat we voort kunnen naar het volgende doel. Dus het lijkt mij op het eerste zicht alleen maar mijlpalen. Dus hebben we 1 in meester in afronding. Prachtige 50, maar 50 doelpunten. Dus weer een pakje, altijd goed. Dan hebben we meesterschap in assists. Dus daar hebben we dan 25 passen van het middenveld. Dus geef 25 assisten met middenvelders. Kijk, ik gewoon een trofeeke voor. Vind ik spijtig. Ik had ook wel graag een pakje voor gehad. Maar dat is natuurlijk niks aan te doen. Voilà. Dat zijn zaken dat ik toch niet gebruik. Mijn stadion, dat interesseert mij niks. Ik moet gewoon een matchje spelen. We zien dat mijn team beter wordt. En het stadion heeft voor mij weinig invloed. En dan veronderstel ik dat we toch nog weer stadionontwikkeling hebben als allerlaatste. En gaan we gelijk hebben. Natuurlijk, voilà, 6 stadionontwikkeling. 4 van de 6. Maak een doelpunt met een laagschot. Maakt mij niet uit, makker. Echt niet. Dan krijg je dan van die zever, waar wij toch niks mee zijn. Dus als allerlaatste hebben we nog een 2 zeldzame spelerspakket. 75 of 83 algemeen. 2 gouden, 2 zeldzame. Hopelijk 1 spits. Of een rechtsmid. Het is rechts van achter van achter. Nelson Semedo. Voor een Premier League team niet slecht. Zit natuurlijk momenteel met een League A-team te spelen. En Richie de Laat, 83 pace, centraal verdediger. Holy fucking shit. 76 verdediging, 78 fysiek. Dat is wel helemaal niet slecht voor een gouden, zeldzame verdediger van de Jupiler Pro League. En zo zijn we dus aangekomen bij het einde van aflevering 3. We hebben 4 matches gespeeld, 4 overwinningen, divisie 9, ons team geüpgraded. Voor mij een fantastische aflevering. Iedereen een dikke merci die dat tot hier geraakt is en die gekeken heeft. Much love en ciao, tot de volgende.